Dag Greet. Dag Nicolas. In een vorig filmpje vertelde je dat je gebruik maakt van PowerPoint om stappenplannen te maken. Ja. Bijvoorbeeld voor de knutselles. Maar er is ook nog een tweede manier om stappenplannen te maken. Ja. Via de gsm. Ja. Ik ben benieuwd. Daarvoor gebruik ik een gratis app, Moldiv. En dat is eigenlijk een app om fotocollages te maken. Waarbij dat je heel gemakkelijk ook zo stappenplannetjes kan maken eigenlijk. Oh, super. Ja. Laten we samen kijken. Dat is goed. Als je de app opent, zie je dat de foto's al klaarstaan. Dan kies je voor collage en je selecteert de vorm die past bij wat je wil laten zien. Nu kan je voor elk vakje gewoon een foto selecteren. En je kan het formaat zelf ook nog aanpassen. En als je het zet op 2-3, dan is het eigenlijk zoals een A4'tje dat je dus ook gewoon kan afdrukken.